Hallo, ik ben Christel. Ja, ik wou vandaag weer een link met jullie delen van Kieran. Uh, dat is iemand die al uh, een poosje tweelingzielreadingen doet. Uh, die ga ik nou delen, maar ik wil jullie allereerst een heel gelukkig 2020 wensen. Ja, met een, uh, voor de tweelingzielen dat jullie samen mogen komen. En uh, dat de gezondheid ook uh, goed mag gaan in 2020. 2019 was een heftig jaar voor de tweelingzielen. En uh, ja, voor alle mijn kijkers, ik uh, dank jullie voor de vertrouwen van het afgelopen jaar. En dat jullie mij volgen. Ik ben heel dankbaar dat jullie dat doen. En uh, vertrouwen in mij hebben. En voor degene die persoonlijke readingen hebben aangevraagd, uh, ook hartelijk dank. Um, dit is een tweelingziel um, informatie wat, wat deze jonge Kieran deelt. 2020, en um, ja, ik voel dat hij dus uh, het bij het ware eind heeft, ik kan me helemaal inleven in deze, deze toestige van hem, en ja, ik zou, ik zeg, zou zeggen, kijk eens, uh, hij zit in de vrouwelijke energie, hij is ook emotioneel, zegt hij, hij huilt ook veel, uh, en zijn vrouwelijke tweelingziel, die zit in de, ja, in de mannelijke energie. Maar die is altijd... Je kan wel zeggen dat hij de vrouwelijke tweelingziel is. En hij zijn partner, zijn vrouwelijke tweelingziel. Dus de mannelijke tweelingziel is. Hetzelfde als met Filipje uh, van Koerts. Uh, die, die ik al eerder gedeeld heb, die had het ook. Dus dat komt heel vaak voor. Dat uh, hij dan de uitdager is. En de mannelijke tweelingziel. Dus... Uh, dus hij in dit geval zijn vrouwelijke tweelingziel dus de wegrenner is. Dus dat hij de moeite doet om steeds weer contact te nemen. En, en dat die andere zat steeds weigert of stil is. En dat is dan zijn vrouwelijke tweelingziel. Dus ja, de rollen kunnen dus omgedraaid zijn. Dus dat is heel apart, terwijl het wel een man is. En uh, ja, dat is heel interessant. En wat hij deelt is ook heel interessant. Dat de vrouwelijke tweelingziel meer in haar kracht komt. En uh, ja en daardoor de mannelijke tweelingziel uh, denkt van oh ze gaat weg en uh, ze staat niet meer in de kracht en ze laat mij gaan en dan raakt de mannelijke tweelingziel in paniek en die denkt van ja ik moet toch achteraan want ik raak, raak kwijt dus dat uh, dat laat hij duidelijk zien hoe dat uh, werkt en uh, ja ik voel ook hoe dat zo is en uh, in ieder geval uh, geniet van deze uh, Kieran en hij heeft nog niet zoveel abonnees. Ja, als je het leuk vindt, hem, ja, volg hem dan ook. En uh, word abonnee van zijn kanaal. En uh, in ieder geval, fijne dagen. En geniet nog van jullie vakantie. Het zijn misschien nog een paar dagen. En ik kom straks met een uh, reading voor jullie. Doeg. Ja, uh, yeah, I love you. I love you all. Bye.